Over een uurtje is mijn examen, of in ieder geval mijn herexamen. Voor mijzelf heb ik al een beetje zoiets van, nou oké, weet je, ik ben gewoon gezakt, klaar. Ik kan er nu niks meer aan doen. Alles zit onder de glitters. Het is echt huge ass. En ik kom thuis en ik was helemaal doorweekt. En Milou, en wat heb je volgende week? Toetsweek. Great. Goedenavond allemaal, welkom allemaal weer bij een nieuwe weekvlog. En ja, je hoort het goed, het is inmiddels al maandagavond. Ik heb vandaag echt een oprecht hele drukke dag gehad, want ik heb natuurlijk morgen mijn herexamen. Ik zit weer in de auto en we zijn onderweg terug naar huis. Ik heb dus de examentraining gehad en ik heb in totaal dus meer dan 14 uur aan wiskunde gewerkt de afgelopen 2 dagen. Het is echt insane. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven zoveel wiskunde gezien, zoveel wiskunde gemaakt. Echt oprecht niet. En ik heb dus last minute vandaag nog heel veel dingen gedaan. Ik ben vanochtend, moest ik eerst een vlog afediten. Toen daarna had ik om 11 uur een afspraak op school. Toen heb ik nog heel veel dingen doorgenomen met de wiskundedocent daar. Heb ik alle dingen die ik nog niet helemaal snapte of die ik gewoon heel erg moeilijk vond nog doorgenomen. Oefensommen gemaakt. Heb ik nog gesprekken gehad op school. En toen ik thuis kwam ben ik eigenlijk hier nog een oefenexamen gaan maken. En na het eten heb ik eerst even rustig een serietje gekeken, aflevering. En toen ben ik nog weer verder gegaan. Ik hoorde dat de wasmachine aangaat, dus het is echt even een heel irritant geluid. Maar ik heb dus vandaag echt oprecht heel erg veel gedaan. En telkens dacht ik, oké, ik moet even nog wat filmen. Ik pak nu even de camera, maar dan... Ik weet niet, dan lag of de camera weer in mijn kamer, dus zat ik daar. Of dan... Er was telkens wel iets waardoor ik even niet kon filmen. Maar goed, ik ben dus heel erg druk geweest met school. En ja, morgen is het herexamen. Ik ga zo lekker slapen. Ik heb hem wel laat. Ik heb hem pas om 1:30 'smiddags. Dus dat scheelt echt heel erg. Want ik vind dat fijner dan om 9 uur 's ochtends. Kan ik morgen alles nog even rustig doorkijken. Ik ga voor nu dus maar gewoon lekker slapen. En morgen echt gewoon fingers crossed. Ik ga heel erg mijn best doen. En iedereen die deze vlog kijkt. En iedereen die mijn lief berichtje heeft gestuurd via social media. Zo, zo, zo lief. Ik heb zoveel lieve berichten gehad. Van Bo, je kan dit. Bo, je kan dit. Zet hem op en zo. En dat ik echt denk van, oh, het is zo lief. En echt oprecht, dankjewel daarvoor. Ik ga voor nu dus lekker slapen en tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En als je mijn gezicht ziet, je ziet al die rode plekjes wel. Don't mind it, ik heb net een masker op gehad. Zo'n trekmasker en die is super agressief voor als je bultjes en zo hebt. Maar het werkt wel goed, want het maakt het helemaal schoon. Maar het is nu een beetje rood. En ik dacht, nou boeien, ik pak gewoon de camera erbij. Over een uurtje is mijn examen, of in ieder geval mijn herexamen. Het is namelijk 11:40. En om 1:30 begint hij, dus eigenlijk over een uurtje en 10 minuten. Maar ik ga even op tijd naar school, dus dat ik niet te laat ben. Want echt, als je persoonlijk te laat bent, dat is zo kut. Want dan maak je echt een vervelende start. Dus ik ben hier nu nog even van alles aan het doorkijken. En dan ik ga nog 1 keertje doorkijken bepaalde dingetjes waarover ik twijfel. En dan ga ik mijn spullen inpakken en dan ga ik naar school toe. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel echt voor mijn gevoel meer stress nu dan wat ik had voor mijn examen, zeg maar. Omdat ik nu gewoon weet wat ik moet halen, wat er moet gebeuren. En op een of andere manier, omdat zoveel mensen me succes gewenst hebben, zo van je kan dit, dat lukt je wel, heb ik echt wel zo'n druk op me liggen of zo voor mijn gevoel. Dus dat is niet zo chill. Maar goed, weet je, misschien helpt het ook wel weer de positieve kant uit, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval nu nog even de laatste dingen doorkijken en dan onderweg naar school. En dan hopen dat dit allemaal inmiddels is weggetrekt, want het ziet er echt niet uit. Het is nu 12:55 en ik heb even mijn laatste spullen bij elkaar gepakt. Ik neem, even kijken, deze nog even mee naar school. Mocht ik dan nog ineens, ik heb soms, daar gaat mijn schrift. Ik heb soms zeg maar voor het examen of zo, voor een toets, dat ik ineens iets bedenk. En dan weet ik niet meer hoe dat moet, zeg maar. Dus dan ben ik in mijn hoofd alles aan het nagaan. En dan loop ik ineens tegen iets aan waarvan ik niet meer weet hoe dat moet. En echt, als ik het dan op dat moment niet op kan zoeken, dan ben ik daar de hele tijd mee bezig. Dus vandaar dat ik die gewoon meeneem. Mocht er dan iets te binnen schieten wat ik wil opzoeken, kan ik dat opzoeken. Ik laat mijn camera thuis liggen. Ik neem zo min mogelijk mee, want ik mag toch niks. Die examens houden, anders ligt er allemaal buiten. Niet zo handig, dus ik laat deze lekker thuis liggen. Ik ga nu naar school en echt fingers crossed. Oké, dit is zo typisch. Ik sta letterlijk klaar om weg te gaan. Ik doe de deur op slot. Ik pak mijn fiets. En kijk even wat er aan de hand is. Dit is zo typisch. Ik heb nog 1/2 uur dan begint het examen. Maar kijk wat de fuck er gebeurt met mijn band. Dit is mijn band. Nou, as you can see, hij is vet lek.
Als je hier doet, kijk, het is zo lek. Dit is echt niet goed. Maar goed, mijn vader komt me dus ophalen. Alleen die is zeg maar echt aan de andere kant van de stad. Dus voordat hij hier is, is sowieso 5 tot 10 minuten verder met het verkeer. Dus echt fingers crossed, jongens, dat ik dit ga redden. Echt fingers crossed. En ja, er staat hier een auto. En als ik een auto rijd, had ik gewoon die auto kunnen pakken. Maar hey, ik ben 17, dus dat gaat nog even lekker niet. Oké, ik ga gewoon afwachten en let's hope dat hij op tijd komt. Echt, let's pray. Het is inmiddels echt al een stuk later en ik ben niet thuis, maar ik ben bij mijn ouders op het werk, zeg maar. Want ik heb ook al gegeten en zo en het is dus echt al een stukje later. Ik had mijn examen van 2:30 tot 4:30 en mijn vader heeft mij dus opgehaald omdat mijn fiets kapot was. En no worries, ik was gewoon gelukkig nog 10 minuutjes op tijd. Dus ik had alle tijd nog. Nu heb ik het examen gemaakt en hij was zoveel anders als het wiskunde-examen tijdvak 1. En voor mijn gevoel ging wiskunde tijdvak 1 oprecht nog beter dan deze. En daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee, want ik had echt gehoopt dat het goed zou gaan. Ik heb er zoveel aan gedaan. Dus ik hoopte echt, echt, echt dat het goed zou zijn. Maar goed, weet je, ik heb het grof nagekeken. Dus echt alleen maar op basis van mijn antwoorden. En toen kwam ik maar uit op 22 punten van de 70. En dat is dus echt te weinig, want dan kom ik uit op een cijfer van 3,8 en ik moet er 5,6 halen. En als ik dus 5,6 wil halen, dan moet ik 36 punten halen. Wat betekent dat ze uit mijn berekeningen nog 14 punten moeten gaan halen. Nou, ik zie dat niet gebeuren, dus... Voor mijzelf heb ik al een beetje zoiets van, nou oké, weet je, ik ben gewoon gezakt, klaar. Ik kan er nu niks meer aan doen. Maar goed, ja, het voelt even niet zo fijn. Dus vandaar dat ik ook niet direct heb gevlogd, zeg maar. Ik ben even eerst rustig gaan eten en zo. En ik was wel een beetje verdrietig en zo. Dus ik dacht, nou, dan pak ik straks gewoon even de camera en leg ik alles uit. Maar ik ben dus nu bij mijn ouders op het werk, omdat ze moesten werken. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon mee. Want voor de rest was niemand thuis. En omdat ik me niet zo fit voelde nu door al dit gedoe, had ik zoiets van, nou... Ga ik wel mee, anders zit ik de hele avond alleen thuis. En dat is ook niet echt fijn als je je niet lekker voelt. Dus zodoende eigenlijk een beetje. Voor de rest, ja, ik moet afwachten tot 28 juni. Dan krijg ik de uitslag. En ik ga nu even naar binnen. En dan ga ik even kijken of ik echt nog wat kan doen qua helpen. En dan, ja, dat is eigenlijk wel. Inmiddels is het al 11 uur en ik ben weer terug van mijn ouders hun werk. Ik heb daar vanavond eventjes wat kleine dingen gedaan. Gewoon op de computer wat mailtjes beantwoord. Wat ideetjes uitgevoerd en zo. Dus dat soort dingen. Ja, gewoon heel veel niet boeiende dingen voor jullie. Ik ben dus nu weer lekker thuis. En hij met Milou haar room. Ik ging Milou niet filmen, want dat vindt ze kut nu. Maar goed, ik ga nu lekker slapen. Morgen heb ik niks op de planning staan. Of in ieder geval niets voor zover ik nu even weet. Tenminste, nee, ik kan me even niet zo bedenken wat ik morgen heb. Of wat ik... Nee, ik heb volgens mij morgen helemaal niks. Dus dat is wel lekker. Ik ga morgen even vast wat video's editen. Omdat ik dus door de afgelopen dagen met die herexamen trainingen echt nergens aan toe ben gekomen. In ieder geval, ik heb alles aan de kant geschoven. Dus ja, weet je, ik ga dat morgen gewoon allemaal lekker doen. Lekker even alles wegwerken wat ik nog heb staan. En dan ja, wordt gewoon lekker thuiswerken een dagje. Dus helemaal top. Ik ga lekker slapen, dus good night en tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en ik sta hier nu, ik ben niet thuis, bij mijn ouders. Maar ik heb net een heel erg leuk pakketje binnengekregen weer van NP Fashion, oftewel dus Nick & Nick. En ik ga je kort laten zien wat ik heb gekregen. Dit heb ik trouwens dus opgestuurd gekregen, niet gesponsord verder, maar gewoon alleen gekregen. En ze hebben echt een hele leuke zomercollectie op dit moment. Echt, ik ben in love. Ik heb het al opengemaakt. Ik heb als eerste dus een roze truitje, zeg maar. En het leuke is, het is echt zo'n gaas dingetje of zo. Kijk. Het is een roze truitje voor in de zomer. En hij heeft een beetje dat seeing true gaasachtige. Nou, leuk halsje. Hele leuke mouwtjes. En hij is op zich best wel dik. Dus dat is echt perfect voor een zomeravond. Gewoon als het wat kouder wordt. Nou, deze dus. En dan heb ik dit hele mooie blouseje gekregen. Die ik al open heb gemaakt omdat ik hem dus even gepast heb. Nou, dit is dus gewoon een zwart basic blouseje met lange mouwtjes en een heel cute printje. Nou, dit heb ik dus gekregen. Thanks Nick en Nick. Jongens, ik ben weer thuis en ik heb vanmiddag heel veel dingetjes gedaan. Gewoon wat gewerkt, wat mailtjes beantwoord weer. En ik kom net thuis en er staat echt zo'n vet pakketje bij te wachten. Ik haal even de spulletjes eruit die hier niet bij horen, want ik heb even wat dingen bij de doos ingedaan omdat het makkelijker was van tillen. Maar ik kreeg het dus opgestuurd van Blond Amsterdam. Dit is niet gesponsord. Zij mailde mij van Bo. Vind je het leuk om een pakket te ontvangen? Ja, tuurlijk. Altijd leuk. Dus ik ga het even met jullie unboxen. Ik heb het zelf nog niet gezien. Roos heeft het opengemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Oké, we hebben zo'n doos met allemaal super cute kretpapier. Nou, dat halen we er even uit.
dan een kaartje. Hierbij een selectie van onze nieuwste school collectie. #nofilter. Superleuk kaartje. Een kladblokje. Heel cute. Met lipjes erop. Iets in een zakje. Wow, dit is super vet. Het is een gepersonaliseerd bordje. Ik weet niet precies wat het is. Maar je staat dus boven en het is er echt ingebakken, zeg maar. Het is er niet opgeschreven, maar echt ingebakken. En veel liefst blond Amsterdam 2019. Super cute. Ik vind het echt heel erg leuk. Dan zit nog wat andere school gadgets in. Stickers. Schriften. Heel cute design trouwens. Stickers. Een pennetje. Schriften. Heel cute. Een notebook. Een bullet journal. Heel leuk. Een diary. Ook echt cute hoor. Dit is super handig. Lekker klein, kan makkelijk in je tas. Een hele vette beker. Wow, allemaal glitters. Echt leuk. Love it. Een etuietje. Altijd handig. En wat hebben we hier? Washi tape. Echt, wauw. Wat een vette spulletjes. Nogmaals, dit was niet gesponsord. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Ik vind het echt hele leuke spulletjes. En gewoon dat ze dit even opsturen. Echt bedankt. Echt heel erg leuk. Dit is een schoolcollectie die straks uitkomt. En het heet #nofilter. Dus mocht je nog leuke schoolspullen zoeken, check even de collectie van Blond Amsterdam. Echt heel leuk design. Nou, voor nu ga ik zo meteen even eten. Ik moet nog even naar de supermarkt met mijn moeder. We gaan wat eten halen. Weet nog niet wat we gaan eten. Maar het is best wel benauwd weer vandaag. Dus we hebben niet heel veel trek. Dus ik denk dat we gewoon even iets makkelijks gaan doen of zo. Ik weet nog niet precies wat. Maar dat gaan we zo even kijken. Ik ga even alle spulletjes opbergen, want anders laat ik dat hier weer liggen. Wordt het weer een bende. En dan gaan we zo lekker eten. Het is inmiddels avond en ik heb een peel-off masker op mijn gezicht gedaan. Omdat mijn huid is de laatste dagen zo onrustig en ik weet niet of dat komt. Omdat ik iets verkeerds gegeten heb, wat ongezond is of weet ik wat. Ik weet het niet. Maar echt, mijn huid is om te huilen. Dus ik heb er even een maskertje op geknald. Alleen hij is hier dus al klaar. Alleen hier is het zeg maar nog nat. Dus hier kan ik het nog niet aftrekken. Maar hier kan het eigenlijk al wel. Dus hij gaat nu helemaal los. Beetje jammer weer. Maar goed, ik heb het dus even opgedaan in de hoop dat het straks beter is. Want echt, ik heb zeg maar nooit heel veel last van een onzuivige huid of zo. Tuurlijk altijd wel plekjes, maar nooit veel. En nu ineens, ik weet niet wat het is. Kijk, ik heb echt wel periodes gehad dat het heel erg was. Maar dat is echt al 1,5 jaar geleden zo. En nu, het is echt zo erg. Ik heb dit zo lang niet gehad dat het zo next level was. Dus ik doe er ook weer echt alles aan. Maar ja, dat heeft helemaal geen zin, want uiteindelijk heeft het gewoon tijd nodig en moet het vanzelf weer weggaan. Dus ik heb er trouwens wel een ander masker op als laatst. Ik heb nu eentje van de Kruidvat in zo'n tube en dat is gewoon peel-off. Dat pleurde op en dat wordt peel-off. Vind ik soms wel fijn, maar het heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Alleen het idee is gewoon goed. Dus deze ga ik even oplaten. Dan ga ik hem zo afhalen. En dan ga ik lekker slapen. Oké, dat masker is nog helemaal niet opgedroogd en ik ben denk ik 5 minuten verder of zo. Maar dit is dus nog echt veel te nat. Alleen ik wil het echt heel graag afhalen. Want dit is echt al helemaal los. Oké, ik ga het gewoon afhalen. Wedden dat ik het nu verpest hier. 100%. Het is veel te nat nog. Kijk dan. Trek niet eens goed eraf. Oh my god. Oh my god. Mijn haar zit erin. Wauw. Nou, hier weer is het peel-off masker van de Kruidvat. Ja, ik heb niet echt het gevoel dat het iets gedaan heeft trouwens. Oh, mijn huid voelt wel heel plakkerig. Niet zo nice. Ik heb even lekker mijn gezicht gewassen en crème erop gedaan. Dus hopen dat het morgen weer wat beter is. Ik ga voor nu lekker slapen, dus tot morgen allemaal en slaap lekker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik kom net weer onder de douche weg en je kan het niet zien, want ik heb mijn haar alweer gefeund. Alleen het was al de tweede keer dat ik vanochtend ging douchen, want het is vandaag zulk raar weer. Mijn camera viel bijna. Het is vandaag zulk raar weer, want het was net droog en ik dacht ook, ga even foto maken, want ik moest een foto maken voor een campagne. Dus ik loop naar buiten en ik ging zeg maar naar een veld, een straat achter ons zeg maar. Dus het is niet heel ver lopen, maar het is ook niet zo dat je binnen 1 seconde weer terug binnen bent in huis. En ineens, out of nowhere. Het werd wel een beetje donker, maar ik dacht, nou, de zon gaat gewoon weg. En ik keek nog bijna lang. Nou, helemaal geen regen voorspeld de komende 2 uur. Dus ik dacht, nou, let's go. En ik sta daar. En het begint oprecht zo hard te regenen. Dus ik pak echt zo snel mogelijk als ik kan mijn spullen. Want ik had alles neergelegd op het gras en zo. En ik kom thuis en ik was helemaal doorweekt. En ik had ook echt mijn make-up goed gedaan en zo voor die foto's. Dus ja, weet je, die foto's zijn verpest. Mijn make-up was verpest. Mijn hele haar was echt
niks meer. Dus ik dacht, nou, ik moet wel douchen. Want ik was oprecht zo doorweekt door echt dat 5 meter lopen. Maar goed, weet je, ik heb dus lekker nog een keertje gedoucht. Mijn haar was weer gefeund. En ik moet vandaag even wat stories opnemen voor wat campagnes. En als ik dat heb gedaan, ga ik vanmiddag even naar de stad toe. Met Roos, dus niet mijn zusje Roos, maar andere Roos. Een vriendin van mij. Altijd een beetje moeilijk. Maar goed, ik ga dus even klaarmaken. Of in ieder geval heb ik al gedaan. Want ik ga nu niet meer make-up op doen. Daar heb ik niet weer zin in. En mijn huid wordt daar ook niet zo vrolijk van, zoals je kan zien. Dus ik ga nu even de stories maken. En dan ga ik naar de stad toe. Ik ben terug van de stad. En ik weet dus echt niet wat ik met mijn haar moet. Want ik had het eerst in 2 plukjes vanochtend. Toen had ik het in een staart. En het is dus nu echt zo geworden. Beetje jammer, kunnen we niks mee. But I'm here with my sister. En Milou. En wat heb je volgende week? Toetsweek. Great, dit wordt volgende week vet warm. Ja, heel leuk. Dus dat is heel nice. En wat was je net aan het doen? Ik was net TikToks musicals aan het maken. Really nice. We gaan zo eten. Mijn ouders komen zo thuis, dus gaan we lekker eten. Wat ga jij vanavond nog doen? Leren denk ik nog even. En ik ga misschien nog sporten, maar dat weet ik nog niet helemaal. Want ik heb best wel veel spierpijn, ik weet niet waarvan. Dus ik weet nog niet of ik ga sporten. Nee. Maar jij gaat leren? Denk ik. En ik ga denk ik sporten, weet ik dus nog niet zeker. Ik heb net even lekker mijn gezicht geschrubd, dus het is een beetje rood op sommige plekjes. Maar ik ga nu lekker in bad. Ik heb het bad vol laten lopen, want ik ben echt super moe. En ik ben heel erg verkouden, zeg maar, in mijn neus. Logisch. Maar ik ben zo verkouden dat het helemaal doorloopt tot in mijn voorhoofd. Dus ik heb een beetje een soort van lichte voorhoofdholteontsteking. Ik hoor dat de kraan door blijft drukken. Super irritant. Maar ik ga dus even lekker in bad en dan komt het een beetje los. En ik wou eerst van een menthol in bad doen, zodat echt het nog beter loskomt. Maar dat heb ik niet meer, dus ik kies voor een lekkere bad bomb van Lush. Ik weet niet hoe deze heet of welke het is, want ik heb die altijd, ik krijg die heel vaak van Lush. Super leuk trouwens, dankjewel. En ik heb eigenlijk geen idee hoe deze heet, dus mocht iemand het weten, let me know in de comments. Hij ziet er in ieder geval super cute uit. En ik ga deze even lekker in bad doen. Oké, jongens, ik ben even lekker in bad geweest. En zoals ik jullie vertelde, had ik een hele lekkere bath bomb van Lush gekregen. En ik deed die in bad en hij zag er heel mooi uit, heel veel mooie kleurtjes. En ik weet ook niet of je het op het beeld van jullie terug kan zien wat ik gefilmd heb voor jullie met de vlog. Maar er zaten zo huge as veel glitters in dat bath bomb dingetje. Want toen ik het in bad deed, dacht ik al van wow, hier zit veel glitters in. Maar ik had zoiets van, nou oké. Toen ging ik in bad zitten en toen zag ik echt al die glitters aan mijn lichaam plakken. En ik dacht, oh my god, oké. Okay. Nou, weet je, boeien. Maar toen ging ik dus uit bad. En echt, je kan het hier nog wel zien. Mijn hele arm. En dit is zeg maar alleen mijn arm, maar ook zo zijn mijn benen. Zo is mijn buik. Alles zit onder de glitters. Het is echt huge ass. Maar goed, ik dacht dus, oké, dit spoel ik er weer even af. Nou, niet dus. Dus ik dacht, nou, dan ga ik even onder de douche. Doe ik even met wat zeep. Maar het was er nog steeds niet af. Dus het zit er echt nog steeds op. Niet zo handig, maar het was wel een hele fijne bath bomb. Dus daar heb ik zeker van genoten. Voor nu ga ik lekker slapen. Dus mochten jullie de vlog leuk vinden, ik ga hem later bij deze afsluiten. Mocht je de vlog leuk gevonden hebben, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!